Goedemiddag, we zijn vandaag bij de intocht van Sinterklaas met weer een nieuwe aflevering van Alles Kids. Het is een hele spannende uitzending, want Sinterklaas komt vandaag. Straks mag ik nog een gesprekje met hem hebben, maar eerst gaan we even wachten tot hij aankomt. Hallo, hoe heet jij? Merlijn. Merlijn, en hoe heet jij? Wessel. Wessel, en zijn jullie heel nerveus? Ja. Want wat gaat er gebeuren vandaag? Sinterklaas komt vandaag aan. Oh jee. En ben je lief geweest? Ja. Zou ik ook zeggen. Je bent altijd heel lief geweest. En jullie zien er ook heel lief uit. En hebben jullie al een verlanglijstje gemaakt? Ja. En wat ga je die vanavond in je schoen zetten? Ja. Want dat mag hè. Als Sinterklaas er is, mag je je schoentje gaan zetten. Ja. En wat staat er op jouw lijstje? Weet ik niet. Wat wil je graag hebben van Sinterklaas? Een pillowpet. Oh, dat klinkt heel spannend. En jij? Ik wil graag... Ik ben echt heel nerveus. Nou, ik wil heel graag een microfoontje hebben. Een microfoontje, net als ik? En ik ja. Wil ook een microfoontje. En wat willen jullie daarmee gaan doen? Gewoon, ik kan supergoed zingen. Echt waar? Dus jij hebt al heel goed geoefend. Wil je van mij een stukje zingen dan? Dat wil ik wel eens horen. Oké. Gaan jullie het samen doen of ga je het alleen doen? Alleen. En wat ga je zingen? Nou, ik weet niet echt hoe het heet, maar ik zal het gewoon gaan zingen. Doe maar. Oké. Geef niet, doen we nog een keer. Zet er de kaart doorheen. Kom op, hè. Concentreer je. Laat horen. Daar komt hij. 1, 2, 3. Nee, sorry, maar dit lukt echt niet. Ja, dat is het leven van een artiest. Het is best moeilijk, hè. Je eigen concentreren. Spannend, want Sinterklaas komt. Lekker een bekertje warme chocomel. Nou ja, weet je wat? Je gaat straks gewoon lekker meezingen. En ik hoop dat Sinterklaas jouw microfoontje brengt. Ja. Ik ga hem straks vragen. Vind je het goed? Ja. Oké, hey. Veel plezier vandaag. Doe even neerzitten. Want wat ik altijd doe... Als we klaar zijn, dan geven we elkaar een high five. Veel plezier. Hallo, hoe heet jij? Aisha. En hoeveel jaar ben jij? 4. En vind je het heel spannend dat Sinterklaas vandaag weer komt? Ja. Heb je al een mooie tekening gemaakt? Ja. En heb je al een verlanglijstje gemaakt? Nee. Nog niet? Dus je hebt nog niet een lijstje gemaakt om in je schoentje te doen? Om te vragen wat je van Sinterklaas wil? Of weet je dat al, wat je graag wil hebben? Weet je toch niet. Heb je al heel veel speelgoed? Ja, zelf een kasteel. Een kasteel? En heb je die al van Sinterklaas gehad of heb je die van mama en papa gehad? Hij van Zwarte Piet. Heb je die van Zwarte Piet gehad? Dan ben je heel lief geweest, dat ken je anders. En heb je dit jaar nog iets wat je graag wil? Misschien een Barbiehuis of een, ik noem maar wat, een pop? Prinsessenhuis. Een prinsessenhuis. Oké, okay, als je nou een hele mooie tekening voor Sinterklaas hebt gemaakt en die doe je vanavond, mag je denk ik ook je schoentje zetten, of niet? Dat heb ik al gedaan. Echt waar? En Sinterklaas moet nog aankomen. Dat was je wel heel snel. Ja. Maar dan mag je een verlanglijstje in je schoentje doen en misschien krijg je wel je prinsessenhuis. Ja. Nou, ik zou zeggen, straks goed zwaaien naar Sinterklaas en heb je al heel goed liedjes geoefend? Ja. Wat voor liedjes? Weet ik nog niet. Maakt niet uit, heel goed. En dan ga ik eens naar deze mooie jonge dame. En hoe heet jij? Yara. En hoe oud ben jij, Yara? 4. 4. Zij is 5 en jij bent 4. En vind je het ook heel spannend dat Sinterklaas vandaag weer komt? Ja. En heb jij al een verlanglijstje? Ook niet, wat wou je zeggen? Ik ben eigenlijk ook 4. Bijna 5 zeker? Bijna 5. Oh, zijn jullie allebei 4? 2 van 4 jaar. Nou, en hebben jullie op school al geoefend voor Sinterklaasliedjes? Nee, ik nog niet. En jij ook niet? Jawel. Kunnen jullie een Sinterklaasliedje zingen? Wij gingen eigenlijk nooit liedjes zingen van Sinterklaas, want het was nog jaren niet meer Sinterklaas. Oké, okay. Nou ja, het is wel spannend, want straks komt Sinterklaas met alle pieten aan op de boot. En dan gaan jullie dit natuurlijk wel zingen. Wat gaan we dan zingen? Ziegins komt de stoomboot. Kennen jullie dat? Ik wel, want ik heb wel Sinterklaasliedjes in de auto. Wil je een stukje zingen? Durf je dat? Nee, dat wil ik nu niet. Dat is een beetje moeilijk, hè? Nou, meiden, ik wens jullie heel veel plezier. En dan zou ik zeggen, straks goed zingen voor Sinterklaas. En je schoentje zetten, hè? Doei!
kijk, daar komt de pakjeswagen van Monkey Town, want Sinterklaas komt zo. Dag Piet. Dag, Dunja. Je bent al een beetje vooruitgekomen, hè? Ja, we hebben heel veel mijters meegenomen. Die gaan we uitdelen. En iedereen die een mijter heeft, die mag vandaag gratis komen spelen bij Monkey Town. Dus we hebben een heel karretje helemaal vol. Geweldig. Dus we gaan kijken welke kindjes jullie blij gaan maken vandaag. Helemaal. Gaan we doen. Dus echt cadeautjes uitdelen. De kindjes die mogen straks gaan spelen. Ja. Sommigen die hebben al een muts of een mijter op. Dat zien we ook zo meteen allemaal. We gaan ze allemaal uitdelen. En alle Monkey Town Pieten die hebben ook Monkey Town sokken aan. Wauw. En die had ik eigenlijk ook wel even aan kunnen doen. Hè? Dat, het past niet echt mooi. Heb je ook rode? Heb ik ook, ook. Had ik dat geweten, hè? Want het is een beetje koud vandaag. Maar je mocht niet mee op de boot vandaag. Nee, wij hebben onze pakjesmobiel. Ja, superleuk, de pakjesmobiel. Nou ja, kijk, helemaal vol met pakjes. En de Piet heeft er zin in. Oké, nou superleuk. We gaan wachten tot Sinterklaas komt. En hopen dat jullie vanmiddag veel Pietjes... Wel. Ja, alle Pieten gaan ook spelen bij Monkey Town vanmiddag. Dus kom langs. Hartstikke leuk. Ja, dan gaan wij natuurlijk echt wachten, want hij gaat zo komen. Sinterklaas, we gaan gauw kijken. Goedemiddag, mini Piet. Want ja, je bent een lekker klein Pietje, maar een vrouwenpietje. En vind je het ook zo spannend vandaag? Ja, heel erg. En ja, daar komt hij, hè? Nog heel even wachten, want volgens mij hoor ik al van alles dat hij er bijna is. Maar je mocht niet mee op de boot? Nee, ik mocht niet mee. Ik ben wel heel klein, maar niet zo klein. Er was geen plekje meer. Nee, jammer. En nou heb ik gezien dat jullie een pietendiploma moeten halen. Heb je ook je examen gehaald? Ja, tuurlijk. En moest je iets speciaals doen? Ja, je moet leren om in schoorstenen te kunnen klimmen. Dat vond ik het allermoeilijkste. Daken, oké, maar die schoorsteen. Schrikkelijk. Ja, ik kan me voorstellen. En vooral, we krijgen een hele strenge winter met sneeuw. Heb je dan speciale sneeuwschoenen? Ja, kijk, ik heb mijn slopkous al aan. Dat is voor de kou. Heel verstandig, want koud zal het worden. Maar glij je daar niet mee uit? Nee, nee. Het valt mee hoor. Maar ja, we doen het al zoveel jaren natuurlijk. Nou, jullie zijn niet anders gewend. Nou, hartstikke bedankt dat jij er even wilde zijn. We gaan nu, want hij komt eraan. Ik hoor het. Heel spannend. Veel plezier, hè? Dankjewel. Doeg. Hallo, jonge dame. Wie ben jij? Ben je blij dat Sinterklaas komt? Dag dames, vinden jullie het spannend? Ja. En jij? Ja. Ja, want hij komt vandaag. Ja, en hij komt met een boot. En hebben jullie al een tekening gemaakt voor Sinterklaas? Ja. Heb je hem bij? Nee. Maar je hebt wel een snoepzak, zie ik. En er zit al heel veel in. Ja. Ja. En heb je al een verlanglijstje gemaakt? Ja. En wat staat erop? Dat weet ik niet. Je hebt een verlanglijstje en je weet niet wat erop staat. Ja, hoe moet Sinterklaas dan weten wat je wil hebben? Weet ik niet. Daar moet je nog even goed over nadenken. En jij, heb jij een verlanglijstje gemaakt? Ja. En wat staat erop? Heel veel dingen. Ja, dat is waar. Dat is al best. En wat wil je het allerliefste hebben? Ik heb geen idee. Nou, dat is mooi. Sinterklaas mag zelf kiezen wat hij voor hun in de schoen wil doen. Want ze weten het niet. Zoveel staat erop. Maar het is tijd, want hij komt eraan. Ik hoor de boot, dus we gaan gauw kijken naar Sinterklaas. Hallo! Ho, 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 ho. Blijf staan, blijf staan. Je hoeft geen kniebuiging voor me te maken. Echt niet? Nee, dat is niet nodig. Blijf gewoon staan. We blijven gewoon staan. We doen ons best. We doen ons best. Dag Skate Pieten. Goedemiddag. Goedemiddag. Leuk je te zien. Ja, we zijn er weer. Hè? Ja, we zijn er weer. Ja. Jullie zijn er weer. Helemaal goed. Het heeft even geduurd, maar ja. Zijn jullie nou helemaal skatend naar Nederland gekomen? Niet helemaal hoor. Eerst met de boot mee, maar toen heeft Sint gezegd van als jullie nou alvast van de boot afgaan en vooruit skaten, kunnen jullie kijken of dat de kinderen er al zijn, dan kom ik later met de boot. Goed idee, maar ik heb een vraagje. Ik heb namelijk gezien dat er een pietenschool is, dat weten alle kinderen in Nederland van die pietenschool. Maar is dit ook een examen, skaten? Jazeker. Jij dacht niet dat dit zo in één keer aangeboren was, hè? We hebben er heel hard op moeten oefenen. En heb je ook... Ook geoefend. Heb je die diploma daarvoor? Ja. Ja, ik heb een diploma daarvoor. Een heel mooi, het hangt aan mijn muur, boven mijn bed zo. Heel mooi, ingeleid. Maar het is natuurlijk stom van mij, is een domme vraag, maar zo ga je natuurlijk niet de dak op. Nou, we proberen het wel eens. Als het platte daken zijn, dan wil ik kijken. Hier, dit is... Is dat een stunt of skatepiet of niet? Nou ja, soms. Als het bijna misgaat, dan ben ik wel een stuntpiet. Maar
Meestal gaat het wel goed. Toch wel. Nou, gelukkig maar. Het lukt wel. Jullie hebben ook kniebeschermers, zie ik. Dat moet ook, hè? En beveiliging. Ja, dat hoort, hè? Beveiligheid. We zitten niet op. Help. Maar ik zie ze niet. Je hebt ze verstopt. Kijk, hier ze zitten onder de broek. Heel goed, hè? Want veiligheid staat voor... Voor alles, hè? Veiligheid voor alles. En, we hebben nog net geen dakreling langs de daken, maar als het zou kunnen, zouden we het doen. Maar jullie zijn natuurlijk weer in Nederland. Het is wel een beetje koud, vind ik. Zie je het aan me? Ik heb het absoluut niet koud. Nee, dat zei je wel allemaal. Van in Nederland is het kouder dan in Spanje. Kleed je eigen goed aan. Ik zweet me hier zo. Oh, het is zo warm. Hoe is het mogelijk? Ik wou eens zeggen, je hebt je muts niet op, maar oké. De muts is afgewaaid. Echt waar? Skaten, ik ben hem in één keer kwijt. Ach jee. Echt waar. Maar, Skate Piet. Ja. Sinterklaas komt eraan, hè? Ja. We hebben Sinterklaas eventjes gezegd dat hij hier binnen moest komen. En we hebben geregeld met Sinterklaas dat wij in Rotterdam alvast mochten afstappen om de kinderen hier welkom te heten. Maar ondanks dat hij de boot een paar keer heeft omgedraaid, komen wij zeker hier in Breda aan. Ja, ik vind het echt super tof. Ik bedank jullie voor het gesprekje en heel veel plezier met alle kindjes die op jullie zitten te wachten in Nederland. Dat is goed. Ik wilde heel even vragen of je alsjeblieft vanavond ook weer mooi wil zingen als je je schoen hebt gezet. Maar natuurlijk, dat doe ik toch altijd, Zwarte Piet? Nee, maar we vinden dat altijd heel erg fijn. We genieten daar zo van als je dat doet. Ik doe het met alle liefde. Okay, nou, tot volgende keer. Is goed, ga maar gauw. Okay, doei. Alles en iedereen een hele fijne Sinterklaas. Succes allemaal! Doei! Op de boot. Hij is er weer. Alle kindjes weer blij. Kijk al die gespannen gezichtjes eens. Dag Sinterklaas. Kijk, dag Sinterklaas. Ja. Dag meneer de burgemeester. U staat ook al Sint op te wachten. Spannend vandaag. Ongelooflijk spannend, maar ik zie hem net aankomen. Dus hij is na zijn intocht in Groningen weer heel snel in Breda. En daar ben ik blij om. En met mij heel veel kinderen in Breda. Ja, want het staat hier helemaal vol met allemaal kloppende hartjes. Want hij is weer in het land. Vanavond iedereen weer de schoen zetten. En het is één groot feest. Het is geweldig en iedereen is blij. Ik zie heel veel witgewassen pietjes, zwarte pietjes. Iedereen doet mee, iedereen hoort erbij. En Sinterklaas is weer terug in Breda. Eén groot kinderfeest, want dat is het tenslotte. Absoluut één groot kinderfeest en ik ben ervan overtuigd dat menig kinderhart de komende weken hard zal kloppen. Ik ook, dank u wel. En nog heel veel plezier tijdens deze tijd. Dank je wel. Het is zover, Sinterklaas is er. Hij komt eraan, we draaien de boot en zometeen komt hij aan wal. En dan ga ik natuurlijk even een gesprekje aan met Sinterklaas. Want ik heb wat vraagjes van kinderen en misschien wil hij daar wel antwoord op geven. En ik wil natuurlijk ook weten hoe zijn reis is geweest. Heel spannend, alle pieten, ze zijn er helemaal voor het feest. Dus we gaan even kijken en even wachten tot de Sint aan wal is. Aan wal, Sinterklaas. Kijk, de enige echte met alle pieten. We gaan even zwaaien. Kijk of die zwaait naar ons. Dag Sinterklaas. Dag Sinterklaas. Kijk, daar is hij dan. En de kindjes staan vol gespannen te wachten. Hij komt aan wal en straks gaan we even een gesprekje met hem houden. Sinterklaasje, 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 Sinterklaas. Hey! Sinterklaasje, kom maar binnen met je knecht, want we zitten allemaal even recht. Misschien heeft u nog even tijd, voordat u weer naar Spanje rijdt. Sinterklaasje.
zingen, we springen en we zijn zo blij, want er zijn geen stoute kinderen bij. En we zingen en we springen en we zijn zo blij, want er zijn geen stoute kinderen bij. Sinterklaasje, 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 Sinterklaas. Hey, Sinterklaasje, kom maar binnen met je knecht. We zitten allemaal even recht. Misschien hebt u wel een tijd. Sint-Nicolaas, ik wil u namens graag de gemeente, maar vooral namens alle kindjes uit Breda welkom heet u. En u ziet het hier al, in Breda gaan wij niet praten over zwarte pieten, nee. We hebben zwarte pieten, witgewassen pieten. En we hebben pieten met alle kleuren. Maar één ding hebben ze gemeen. In allen harten zijn ze ongelooflijk blij dat u vandaag met uw pieten hier aangekomen bent. En ik kan u vertellen, wij zijn voldoende om te zorgen dat u volgend jaar, en met name wethouder Meeuwis doet dat, dat de brug klaar is, zodat u met een prachtige boot hier in Breda de kinderen kan gaan begroeten. Ik hoop dat u een geweldige intocht hebt straks in de binnenstad. Men is er klaar voor. En als u ziet wat vandaag aan onze haven staat, dan is het niet gering. Sint-Nicolaas, hele goede weken. En ik hoop dat u ook mag genieten op uw verblijf. Ik dank u wel. Meneer de generaal en meneer de burgemeester. Wat zeg je, Christo? Hele belangrijke mensen, Sinterklaas. Ja, maar jij toch ook, Christo? Van een hele mooie ketting, Sinterklaas. Ja, heel mooi, hè? Dus die zijn een beetje belangrijk hier, hè? Mooi, mooi, Sinterklaas. Maar deze weken ben ik het belangrijkste, kinderen. Ja, hè? Dan ben ik het belangrijkste, want jullie willen allemaal cadeautjes. Jullie willen alles meemaken en ik moet naar de scholen komen, denk ik. Moet ik bij jullie allemaal op school komen? Ja, hè? Alle kindjes, hè? En Christo, hier slapen wij. Meneer de burgemeester, heel klein. U zegt dat de binnenstad is helemaal klaar voor. De buitenrand is wat moeilijker. Maar we komen er wel. En u ziet hoeveel mensen dat er zijn gekomen. Dus het valt wel mee, hè, met die opstoppingen. Daar waar een stad een groot hart heeft, is iedereen. En dat gaat zeker ook met de kleine opstoppingen lukken. Want de stad wordt alleen maar mooier daardoor. Ja, dankjewel. En een mooie nieuwe brug. Dus volgend jaar kan ik met een grotere boot komen, hè. Dat spreken we af. Ik beloof u dat u volgend jaar een geweldig mooie intocht krijgt en het gemeentebestuur gaat daar extra zijn best voor doen. Nou, dankjewel. Jongens, een applausje voor de burgemeester en voor de generaal, want ik mag slapen op de kamer. Willen jullie mij allemaal op het paard zien dadelijk, want Americo is er ook bij. Ja, hè? Dag Sinterklaas. Nee, ik ben Doenja en ik heb vorig jaar een heel mooi liedje voor u gemaakt. Hey, hallo Sinterklaas. Ik ben blij dat u er weer bent. Sinterklaas, heeft u een goede reis gehad? We hebben een uitstekende reis gehad. We zijn even teruggemoeten, want ze dachten dat we de staf kwijt waren. Maar dat is allemaal goed gekomen. We hebben de staf weer bij, hè? Ik zie het en wat een mooie. Hij is goed opgepoetst. Helemaal opgepoetst en helemaal schoon. Komt een hele fijn feest aan. Oké, en u heeft heel veel pieten meegebracht? Tuurlijk, altijd. Breng al mijn zwarte pieten mee die er zijn, die mee willen. Want ze willen graag, hè. Denk erom, ze willen graag zelf. Ja, en wij weten nu ook dat u een pietenschool heeft, maar dat ze toch eerst een examen moeten hebben. Anders mogen ze niet mee naar Nederland, toch? Nee, dat klopt. Maar Pablo heeft het ook goed gedaan. Heb je dat gezien op de pietenschool? Ja. Hij was wel de mantel kwijt, maar hij had mijn mantel gepakt, hè, als deken. Maar ja, alles moet je leren en komt helemaal goed. Nou, hartstikke fijn dat u er weer bent, Sinterklaas. Nou ja, de kindjes zitten op u te wachten en een rondje lopen. Dat is goed. Oké, heel veel plezier. Dankjewel. Ja, en de Sint is er. Alle kindjes die gaan wachten totdat ze hem gaan zien op Americo. Want ook die is er. Maar ik ga nog eventjes met een paar kindjes een praatje maken. Om te kijken hoe nerveus ze zijn. Dus ik ga even naar deze jongeman. Even kijken. Welkom Sinterklaas. En hoe heet jij? Kenzie. En ben jij ook heel nerveus dat Sinterklaas er is? Ja. Heb je hem al gezien? Nee.
Ik wel. En ik heb ook gehoord dat Americo zometeen ook komt. Spannend, hè? Ja. En jij? Jij bent een hele mooie meiter. Jij bent helemaal klaar voor Sinterklaas. Hoe heet jij? Vreta. En jij bent zeker ook wel heel nerveus, of niet? En ga je vanavond nou ook je schoentje zetten? Dat weet ik niet. Moet je wel doen. Want Sinterklaas is in het land en dan moet je natuurlijk wel je schoentje weer gaan zetten. Anders krijg je ook geen cadeautjes. Ja. Heb je een tekening gemaakt? Ja. 3. 3? En dan kan je 3 keer je schoentje vullen met een mooie tekening. Heb je ook al een wenslijstje gemaakt? Al 2. Ik heb 2. En wat staat erop? Ik kan het niet. Ik weet het allemaal niet meer. Dat is wel heel apart. De kindjes weten geen van allen wat ze op hun wenslijstje hebben. Dan hoop ik dat Sinterklaas het wel weet. Want ja, het is natuurlijk wel leuk als je iets krijgt wat op je lijstje staat. Nou, Sinterklaas komt zo meteen met Americo. En ja, hou je ook een beetje van paarden? Ja. En doe je ook een wortel voor Americo in je schoentje? Dat doen we wel heel vaak, maar niet altijd. Nee, want hij moet natuurlijk heel hard werken. Dus een beetje wortels vindt hij natuurlijk heel erg lekker. Nou, ik zou zeggen, hij komt er zo aan, dus ga gauw kijken. En dan... Maar paarden zijn ook mijn lievelingsdier. Hey, van mij ook. Ik hou heel veel van paarden en paarden zijn lief. Heb je wel eens paard gereden? Nee, maar wel op een pony. Oké, maar dat is ook een paard, alleen een kleine, hè? Ja. Nou, jullie allemaal veel plezier tijdens de Sinterklaasdagen. En we gaan nog even die kant op. Ik sta hier bij Annette. En Annette is de voorzitter van de Intocht van Breda. Goedemiddag. Goedemiddag, Dunja. Leuk dat je er bent. Wat een feest. Ja, ongelooflijk, hè? Dus straks was ik aan het kijken en het staat helemaal vol. Waar je ook kijkt, alleen maar kinderen. En allemaal zo spannend. Het is heel erg leuk en ik vind vooral belangrijk dat we boffen met het weer. Lekker droog. Het is koud, maar wel wat droog. Gelukkig geen regen. Vorig jaar was dat anders. Dat kan ik me nog heel goed herinneren. Toen stond ik ook buiten en dat was minder. Maar vertel eens iets meer. Wat doen jullie precies? Nou, we hebben een heel groot comité. En daar organiseren we elk jaar de intocht. De officiële intocht van Sinterklaas Breda. Nou, en wij zorgen gewoon dat die goed aankomt, doen ja. Niet meer en niet minder. En onze pietermallen, alles erop en eraan. En dat het allemaal op rolletjes loopt. Super. En gelukkig is het weer één groot kinderfeest. En daar doen we het voor. Ja, daar gaat het tenslotte om. Één groot kinderfeest. En de rest, we laten zoals het is. En dat moet zo blijven, toch? Ja, ik hoop het wel. Ik hoop het zeker. Daar gaan wij allemaal voor zorgen. Dankjewel. En blijf doorgaan met het goede werk. We gaan het doen. Dank je. Zoals jullie zien, Sinterklaas is achter mij bezig om alle kindjes een handje te geven. En hij is nu op weg naar Americo. En natuurlijk willen wij dat ook even zien. Dag Pieter. Die hebben er heel veel zin in. Wat een feest. Wat een feest. We gaan even kijken dat Sinterklaas naar Americo gaat. We gaan, ze gaan de stad in. Alle kindjes die staan nog vol verwachting. En dit was weer een aflevering van Alles Kids met de intocht van Sinterklaas. En als je een vraag hebt voor Sinterklaas, stuur dan een mailtje naar doenja@tv-gazet.nl. Misschien vraag ik volgende keer in de volgende uitzending wel aan Sinterklaas wat jij graag wil weten. Tot de volgende keer. Doei!